populair. Mocht hij vandaag leven, dan zou hij duizenden volgers hebben op de sociale media en een belangrijke influencer zijn. Maarten werd door de bevolking van Tours, een Franse stad op 100 kilometer van Poitiers, gevraagd om bisschop te worden. De baas van alle priesters dus. Maar net zoals hij als kind vond dat wat hij deed heel gewoon was, vond Maarten ook nu dat hij het niet waard was om die belangrijke titel te dragen. Uit angst dat hij niet aan de hoge verwachtingen zou voldoen, verstopt hij zich in het veel te kleine ganzenhok van een boer. Maarten blootte zich dubbel en ook zijn schimmel propte zich tussen de ganzen. De kwekkende beesten maakten zo'n kabaal dat het over ganzenstreek te horen was. Toen het boopvolle ganzenhok nadien ook nog als vuurwerk in duizend stukken uit elkaar knalde, wisten zijn talrijke aanbidders Maarten moeiteloos te vinden. Ze droegen hem en zijn paard op hun handen naar het altaar, waar hij onder luid gejuich tot bisschop werd gewijd. Maarten kreeg een mijter op zijn hoofd en een blinkend wit bisschopskleed aan, met erboven een lange rode mantel afgewerkt met boordjes van bladgoud. Tot slot gaf de priester hem een zilveren staf. Onze staf staat symbool voor een boom, sprak de priester. De boom staat voor al het goede in het leven. Bisschop Maarten aanvaardde de staf met dank en dacht bij zichzelf: vooral handig als ik ver moet stappen of als ik jeuk heb aan mijn rug. Vanaf dan stond het leven van bisschop Maarten helemaal in het teken van zijn geloof. Als bezeten door de katholieke geest verspreidde hij de christelijke waarden. Wees eerlijk, overtuigde hij de mensen. Vergeef je vrienden als ze iets mispeuteren. Neem geen wraak als iemand je slaat of een banaan in je oor steekt. Behandel ieder mens gelijk. Wees liefdevol. Poets je tanden. Was je handen als je van het toilet komt. Kruip op tijd in je bed. De laatste drie zijn een heel klein beetje verzonnen. Toen bisschop Maarten 59 werd, bouwde hij de adembenemende abdij van Marmoutier, waar diepgelovige monniken hun leven lang konden bidden. En Maarten bleef maar doorgaan, alsof het scheuren van zijn mantel hem had betoverd met onvermoeibare krachten. De magie van de mantel.